begrijpen dat hier in Antwerpen er werd goedgekeurd dat je aan een infobar in het stadhuis. Dat kan me niet schelen dat te veel die daarbij zat. Als ik daar persoonlijk bij zat, was dat niet gebeurd. Ik kan alleen maar voor mezelf spreken. Het is inderdaad zo, ik wil dat even verduidelijken. Ik wil dat verduidelijken. Binnen mijn partij, ik wil dat verduidelijken. Wij zijn een partij van individuen. En binnen mijn partij zijn er inderdaad individuen die voorstander zijn om dat af te schaffen. En het absurde wat nu aan het gebeuren is, waarbij men begint met een hoofddoekverbod voor loketbedienden, waarbij werkgevers dat gebruiken als reden om geen allochtone vrouwen meer aan te nemen, waarbij dat vrijwilligers niet meer mogen komen omdat ze een hoofddoek al hebben, waarbij dat mannen nu bekeken worden dat ze één ofwel twee oorbellen aan hebben en men eigenlijk niet meer weet wat nog mag en wat niet mag, dat is gewoon belachelijk en helpt niemand verder. Integendeel, creëert een extra probleem. Kijk, ik zit er niet na van Patrick Janssens, maar ik ga heel duidelijk zeggen waar het voor staat. Ik vind het heel erg en het verbaast mij ongelooflijk dat Groen op dit moment polariseert rond dat hoofddoek. Want daar raad ik niet over. Ik denk dat Patrick Janssens, want dat is, men doet nu alsof dat iedereen die een hoofddoek of een baard of een keppel draagt, gaat vervolgd worden op straat. Daar gaat het niet over. Ik denk dat Patrick Janssens een aantal maanden geleden in zijn boek voor de verkiezingen duidelijk heeft aangekondigd dat hij tegen dat hoofddoek is in een loketfunctie. En er zijn duidelijke afspraken. Als je een coalitie hebt, moet je afspraken maken met anderen. En men heeft nu bepaald dat het zo is. Dus wij hadden een minderheidsstandpunt. En wij hebben... Dit punt is één stuk uit het bestuursakkoord, uit het globale bestuursakkoord, waar ik ook zelf op vond van, dit moet je niet in het bestuursakkoord regelen. Maar van het bestuursakkoord moeten wij ook kennis nemen, moeten wij dat ook goedkeuren. Dus het bestuursakkoord in globo is goedgekeurd door iedereen. We hebben het uitvoerig in de partij besproken. Wat gaan we ermee doen? Gaan we uit het kartel uitstappen? Want we zijn sinds 2003 kartel met SPA. Gaan we gewoon in de oppositie zitten? We hebben na lang discussiëren bij Spirit Antwerpen beslist dat we inderdaad het compromis hadden slikken. En ik zeg hierbij slikken, hè, het loket. Aan het loket geen uiterlijke religieuze symbolen, achter het loket wel. Maar het is een zeer, zeer bitterlijk beeld die tot vandaag bij ons naduurt. Ik vind dat heel jammer wat ik hier allemaal gehoord heb van de huidige coalitie in de gemeenteraad. Je kunt zeggen van, ik heb mijn stem laten horen en ik was er tegen enzovoort, maar Fossi, je hebt meer bestuursakkoord mee ondertekend en jullie hebben allemaal meegestemd. Zeg, wees gewoon eerlijk, zeg het gewoon. Daar gaat het om. Ik weiger mee te doen aan kiezersbedrog. En van mij, je mocht het van mij kwalijk nemen, maar ik ben het tenminste eerlijk in. De manier, ik kan inkomen, de manier hoe dat het inderdaad tot stand is gekomen. Bij de SPA stond het zelfs niet op een programma voor de gemeenteraadsverkiezing. Het was inderdaad aangekondigd in het boek van Patrick Janssens. Dus vanaf nu moeten jullie alleen boeken lezen van Patrick Janssens in plaats van partijprogramma, want er wordt toch geen eens een boek. Ik ben fier dat ik ben moslima geworden en ik verdedig de islam. Ik vind het heel erg dat ik als laatste aan boord ben gekomen, want mijn standpunt is heel duidelijk. In het privéleven mag je doen wat je wilt en je kiest zelf wat dat u wilt doen. Maar als er een reglement is, ik wil op een eerlijke manier aan politiek doen, dat wordt mij kwalijk genomen, maar ik ben daar eerlijk in en ik weiger mee te doen aan de huidige hypocrisie van de andere partijen.